college van antidepressiva, anxiolytica en hypnotica als onderdeel van de colleges voor de gezondheidswetenschappen. We gaan het hebben over die drie onderwerpen dus en de daarbij behorende aandoeningen. Dus we beginnen bijvoorbeeld dus bij de depressie en hoe je deze kan behandelen en hoe zo'n therapie dan werkt. En dat gaan we voor elk van deze onderwerpen eigenlijk zo langs. Nou, antidepressiva, zijn dus geïntroduceerd bij als er sprake is van een depressie. Maar laten we daar eerst even bij stilstaan, wanneer is er nou eigenlijk daarvan sprake? Wij volgen in Nederland de criteria van de DSM-5 die zeggen dat we mogen spreken van een depressie als er 5 of meer van de volgende symptomen aanwezig zijn binnen dezelfde periode van 2 weken. Nou, en minstens 1 van die symptomen moet dan wel een sombere stemming zijn, dan wel en of een verlies van interesse of plezier. Daarbij moeten dan nog 4 andere symptomen daarbij horen en daarvan kan sprake zijn van significant gewichtsverlies zonder dat het dieet wordt aangehouden, maar soms zie je ook juist een gewichtstoename, insomnia of hypersomnia, dus niet kunnen slapen of eigenlijk overmatig slapen bijna elke dag, psychomotorische agitatie of vertraging, vermoeidheid of verlies van energie, gevoelens van waardeloosheid of buitensporige en dan wel onterechte schuldgevoelens, en verminderd vermogen tot nadenken of concentreren of besluiteloosheid. En ook daarbij recidiverende gedachten aan de dood of recidiverende suïcidale gedachten zonder daarbij een specifiek suïcidale poging of een specifiek plan. En al deze symptomen, zoals je al ziet, zijn dan bijna elke dag daarvan aanwezig. Nou, oorzaken van een depressie. Het is niet 1 oorzaak die je kan aanwijzen als iemand een depressie krijgt. Er is sprake van een multicausaal verklaringsmodel. Dus er zijn meerdere factoren hierbij betrokken hoe een depressie kan ontstaan. Denk natuurlijk aan psychologische factoren zoals life events, copingstrategieën dat iemand heeft. Maar ook biologische factoren, dus lichamelijke ziektes, chronische aandoeningen, maar ook geneesmiddelengebruik. Sociale factoren zijn natuurlijk belangrijk. Denk aan een gebrek van een opvangnet of een sociale steun. Ook lage sociale status is ermee geassocieerd. Deels kan ook erfelijk zijn bepaald. En we denken ook dat we hebben een hypothese dat de monoamine-theorie ook betrokken is bij het ontstaan van een depressie. Waarbij we denken dat er verminderde activiteit is in het brein van noradrenerge en of dan wel serotonerge systemen in het brein. En die staat nu ook even zo tussen haakjes, omdat op deze theorie dus veel van de therapieën zijn gebaseerd. Nou, en verder denken we dus dat er dus een soort abnormale connectiviteit is tussen de neuronen in het brein. Nou, die depressie kan je ook nog weer opdelen in de ernst. En die wordt onder andere bepaald natuurlijk door het algemeen functioneren dat iemand nog heeft, sociaal maatschappelijk gezien. Maar ook de mate waarin symptomen hoe ernstig die aanwezig zijn en hoe ernstig die het lijden veroorzaken. En je kan ook nog eens kijken naar de hoeveelheid symptomen, dus die we net opnoemden in de DSM-5 criteria. Die kan je ook weer opdelen in hoeveel er dan aanwezig zijn. En zo kan je er toch een soort schaal aan geven, waarbij we bij matig ernstige depressies dus vanaf 6 van die symptomen spreken. De aard van de symptomen kan je ze ook nog naartoe opdelen. Dus als iemand een depressie heeft, maar daarbij ook symptomen heeft van psychotische kenmerken. Dus iemand kan een depressie hebben met psychotische kenmerken, dan hoeft iemand dus geen psychose te hebben. Maar denk hier bijvoorbeeld aan wanen die iemand kan hebben daarbij. Ook als er sprake is van suïcidaliteit, wordt het als een ernstigere depressie gezien. Maar ook de beloopkenmerken, dus denk aan de duurherstel, maar ook als er bijvoorbeeld weer een recidief optreedt. En ook bepaalde comorbiditeiten kan de aard bepalen. Nou, prevalentie. Prevalentie bij de huisarts, ongeveer 10 tot 15 per 1000 ingeschreven patiënten is er sprake van een depressie. En je ziet dat er een grote recidiefkans is binnen 2 jaar als iemand een ernstige depressie heeft, namelijk 30 tot 40%. En binnen 5 jaar is die kans zelfs 75% als iemand een ernstige depressie heeft. Dus je ziet dat het een veel voorkomend probleem is. En zeker ook vaak als iemand eenmaal een depressie heeft doorgemaakt, er ook een grote kans is dat iemand nog een keer een episode in het leven doormaakt van een depressie. Nou, een therapie is natuurlijk bedoeld om iemands symptomen en lijden te verminderen, maar natuurlijk ook wil je het functioneren herstellen. En hierbij hebben we natuurlijk altijd weer die niet-medicamenteuze en medicamenteuze manier om dit te bewerkstelligen. Waarbij het natuurlijk heel erg belangrijk is bij een depressie om vooral ook heel goed te focussen op de niet-medicamenteuze behandeling. Want uiteindelijk
moet je meerdere problemen eigenlijk en factoren die eraan bijdragen dat iemand een depressie ontwikkelt, proberen natuurlijk ook te behandelen. En dit betekent dus dat je iemand vooral ook heel veel adviezen moet geven en ook heel veel leefstijlinterventies moet plegen eigenlijk. Dus je kan hierbij denken aan dagstructurering en activiteitenplanning, maar ook kortdurende psychologische behandeling of zelfs je kan natuurlijk ook die psychotherapie gaan toepassen. Want je wilt natuurlijk niet alleen een antidepressivum starten, dus niet alleen een pil voorschrijven. Je moet veel meer doen dan alleen dat. Want alleen een antidepressivum is niet genoeg. En we weten ook dat op de lange termijn die psychotherapie uiteindelijk veel meer baat kan hebben dan een antidepressivum. Want je kan je voorstellen dat als je iemands coping wellicht kan veranderen en iemands andere factoren, dat je daar natuurlijk op de lange termijn veel meer aan kan hebben dan dat je kortdurend een antidepressivum voorschrijft. Nou, dan de medicamenteus, want we zijn natuurlijk wel onderdeel van de farmacologiecolleges. Die antidepressiva die zijn in principe geïndiceerd als er sprake is van zo'n matig ernstige episode. Dus dat was vanaf die 6 of meer symptomen, of dan wel dus die kenmerken van psychotische kenmerken erbij, of een depressieve stoornis met melancholische kenmerken. Melancholische kenmerken bedoelen we dat bepaalde symptomen meer op de voorgrond treden bij een depressie. Melancholische kenmerken worden ook wel vitale kenmerken bedoeld. Dus dat zijn de kenmerken dat we als mens nodig hebben om te overleven. Dat soort symptomen daar erg mee in geding komen. Denk bijvoorbeeld aan eetlust, dat zodanig is afgenomen dat iemand eigenlijk helemaal niet meer eet. Of op hele bijzondere tijden wakker wordt of niet meer kan doorslapen. Of juist heel vroeg op de dag bepaalde depressieve gedachten hebben. Dus dat zijn zo'n iets andere aard van een depressie. En bij deze kenmerken mag je ook al starten met een antidepressivum. Daarbij is het heel belangrijk om altijd met de patiënt te bespreken en te realiseren dat een werking van een antidepressivum pas na 2 tot 6 weken merkbaar is. Maar dat die bijwerkingen van die antidepressiva, daar komen we dan zo op welke dat zijn, maar die merk je eigenlijk al binnen een paar uur na inname. Dat is natuurlijk heel belangrijk om te vermelden, want anders gaan patiënten denken, nou, ik merk nog niks van de werking en ik merk wel allemaal vervelende bijwerkingen. En dan kunnen patiënten wellicht bedenken om eerder te stoppen met ze, of eigenlijk al helemaal te stoppen. En dat is natuurlijk niet bevorderend voor de therapie trouwheid. Dus als je dat bespreekt en die verwachtingen goed uitspreekt, dan helpt dat ook al. Wat verder belangrijk is, is dat bij milde depressie, als er een antidepressivum wordt gegeven, eigenlijk het placebo-effect heel hoog is. En dat komt omdat het idee dat er dan al een middel wordt gegeven bij een milde depressie, dan is de gedachte dat hoe zo'n antidepressivum werkt, is eigenlijk meer het placebo-effect wat dan het antidepressieve werking geeft, dan dat daadwerkelijk de functie die het heeft in het brein bij wat je ziet bij een matig tot ernstige depressie. Nou, wat verder nog van belang is, is dat als iemand een eerste episode van een depressie doormaakt en je start zo'n antidepressivum, dan behandel je in principe 6 maanden door. Dan kan je natuurlijk nooit precies weten als iemand voor je zit dat je dan denkt, nou nu is ongeveer een depressie voorbij en ik moet tot met 6 maanden behandelen. Dat is natuurlijk altijd een beetje retrospectief, moet je dat bekijken en afspreken met de patiënt waar je ongeveer zit in het traject en wanneer je ongeveer gaat kijken wanneer je wellicht het middel kan afbouwen. Als iemand nou helaas dan toch een recidief krijgt, dan behandel je in ieder geval zo'n episode minstens 1 jaar door. En dan geldt natuurlijk hetzelfde, dat je dan natuurlijk altijd pas retrospectief een beetje kan bekijken wanneer je tot aan die 12 maanden ongeveer zit. Verder is het ook heel belangrijk als je een antidepressivum voorschrijft, dat je heel goed kijkt of iemand daarmee nog mag rijden, want het beïnvloedt de rijvaardigheid. Dat kan je dus opzoeken op rijveiligmetmedicijnen.nl. Nou, dan een soort antidepressiva. Ik ga even de 2 grootste groepen behandelen, namelijk de SSRI's en de TCA's. De TCA's hebben ook even kort voorbij horen komen bij het college van pijnmedicatie, omdat deze ook als indicatie wordt gegeven bij neuropathische pijn. Maar het is van origine dus een antidepressivum. De SSRI staat voor de Selective Serotonin Reuptake Inhibitor en de TCA staat voor tricyclisch antidepressivum. De SSRI's zijn geïndiceerd bij matig ernstige depressie, maar ook worden ze gegeven bij angststoornissen, of bijvoorbeeld dus OCD, dus Obsessive Compulsive Disorder, maar ook bij bulimia nervosa. En de TCA's zijn dus wederom de matig ernstige depressies, en zijn ook wat sneller geïndiceerd bij depressies met psychotische kenmerken, en verder dus ook de neuropathische pijn.
Nou, voorbeelden van die je dan kan tegenkomen. Van de SSRI's en de TCA's. De SSRI's zie je vooral de citalopram of de paroxetine, fluoxetine, sertraline. En bij TCA's kennen we voornamelijk de amitriptyline en de nortriptyline. Hoe werken deze dan? Nou, in de naam noemde ik het net al dat het iets een inhibitor is van de reuptake. Nou, wat is het nou? Het is een selectieve remming van de heropname van serotonine. En hier zien we weer een zenuw uiteinde. En hier zien we dan weer een nieuwe zenuw, dus dit is weer de synapsplaat. En je ziet dat jouw zenuwen hebben dus die serotonine als een neurotransmitterstofje. En als deze vrijkomen, aan de andere kant heb je receptoren om die serotonine op te nemen. Nou, als we dan even terugdenken aan een van die theorieën dat wij denken dat een depressie ontstaat, denken we dus dat die systemen, die serotonerge systemen en die noradrenerge systemen, eigenlijk in disbalans zijn. En wat je dus wil, we denken dus dat je eigenlijk te weinig serotonine aanwezig is. Dus je wil meer serotonine in het brein. Hoe kun je dat doen? Nou, het brein die heeft van zichzelf dus serotonine. En dat gebruikt hij hier dus. Maar dat blijft niet voor altijd aanwezig in de synapsplaat en in de zenuw. Dat moet op een gegeven moment ook opgeruimd worden. En dat doet jouw lichaam op twee manieren. De eerste is, hij recycelt. Dus die stofjes gaan weer terug, de zenuw in, via de 5-HT reuptake transporter. Dus de serotonine heropname. En nou, dat zie je dus hier. Dat een SSRI, die blokkeert dat eigenlijk. Dus als het hier niet meer naar binnen kan, zal het dus langer aanwezig zijn. Een andere manier is MAO, dat is een enzym, die breekt de serotonine eigenlijk gewoon af. Nou, dan zie je, dan krijg je allemaal afbraakproducten. En dan is het niet meer actief. Nou, de SSRI zelf, de contra-indicaties zijn een verlengde QT-tijd. QT-tijd is dus, dat betekent dus een geleiding in het hart. Want we weten dat een van de bijwerkingen ook geleidingstoornissen zijn in het hart. Dus dit is dan een contra-indicatie. Verder zijn er interacties met die MAO-remmers. Nou, MAO-remmers, ik heb alleen nog het enzym MAO genoemd. We hebben ook medicijnen. Dat zijn de MAO-remmers. Nou, je kan je voorstellen als een andere manier om die serotonine dus op te hogen is. Doordat als je dit enzym remt, breekt dit niet af, krijg je ook meer serotonine. Nou, dat geneesmiddel bestaat. Het is alleen een middel wat alleen door de psychiater mag worden voorgeschreven. Want het probleem is dat je ook te veel serotonine kan krijgen. En dat is ook weer niet goed. Daar komen we zo. Dus alle middelen die waar een SSRI, als je die combineert met een middel wat ook serotonerg aangrijpt, heb je dus meer kans dat er te veel serotonine komt. Dat mag niet. Dus daarmee heb je altijd een interactie. Verder, dat gaat voor nu even te ver, maar is het ook een interactie met NSAID's. Want de SSRI's hebben ook weer invloed op de maag en ook op de trombocyten. En verder is er ook een interactie met diuretica, voornamelijk thiazide diuretica, en kan er hyponatremie ontstaan. Die worden dus de serotonerge bijwerkingen of de serotonerge symptomen genoemd. Daarvan weten we dat ze maag-darmstoornissen kunnen veroorzaken. Een hyponatremie, en dat wordt dus versterkt als je daar een diureticum bij neemt. De trombocytopathieën, dus bloedingen, nou, daarvan, die kunnen dus ook versterkt worden door het gebruik van NSAID's. En verder wordt hoofdpijn en slapeloosheid genoemd. Nou, erg vervelend als al een symptoom van je depressie slapeloosheid is. En verder nog agitatie en seksuele dysfunctie. Tricyclische antidepressiva, die remmen de heropname van 5-HT en noradrenaline. En als je terugdenkt aan die monoamine-theorie, waarvan wij dus denken dat die serotonerge en noradrenerge systemen dysfunctioneren, kan je begrijpen dat als je dus op beide de systemen nu aangrijpt met dit middel, dat je ervoor zorgt dat het dysfunctioneren weer verbetert. En dan hoop je daarmee dus een antidepressieve werking te bewerkstelligen. Nou, hierin zien we eigenlijk weer een beetje hetzelfde. We zien die serotonine weer in de synapsplaat. Maar nu zien we ook de noradrenaline. En die heropname wordt dus ook weer geremd door de TCA. We zien ook even weer de MAO-enzym. En dan dus weer aangrijpt, dus weer terugkomt op de MAO-remmer. Dus dan kan je ook weer die lokale afbraak remmen, waardoor er ook weer meer aanwezig blijft. En wat hiervan opvalt, ik heb dit plaatje, worden ook de SNRI's genoemd. Die heb ik er nu niet bij gezet. Die is dus heel erg verwant aan de SSRI, maar dat is dus zowel serotonerg als noradrenerg, een reuptake inhibitor. Werkt eigenlijk dus een beetje hetzelfde, maar hebben iets minder bijwerkingen dan de TCA's en SSRI's. Een voorbeeld van een SNRI is bijvoorbeeld duloxetine. En dat middel hebben we ook gezien als eerste keus bij neuropathische pijn, bij diabetes, in het college van pijnmedicatie. Nou, TCA's,
Wat je daarvan heel goed moet onthouden is dat je deze absoluut niet mag gebruiken na een myocardinfarct, dus na een hartinfarct. En dat komt dus ook weer, waar we het net ook over hadden bij de SSRI, dat je ook geleidingstoornissen kan hebben bij de TCA's. Maar bij de TCA's zit een keiharde contra-indicatie. Dus als iemand wel een indicatie heeft eigenlijk voor een TCA, maar een myocardinfarct heeft gehad, dan mag dat dus niet. En dan ga je toch weer voor de SSRI bijvoorbeeld. Dan staat er dus direct na. En helaas wordt niet echt goed gedefinieerd wat direct na is. Dus dat verschilt heel erg per behandelaar met de ervaring. Maar helaas is daar geen definitie aan gegeven. Nou, andere relatieve contra-indicaties zijn epilepsie, organische hersenbeschadiging. Nou, je kan bedenken dat je doet natuurlijk iets met het systeem in de systeem in de hersenen. En dit zijn natuurlijk aandoeningen waarbij er sowieso natuurlijk al wat dysfunctioneren is via die neurotransmitters en systemen. Dus dan kan je voorstellen dat dat natuurlijk niet handig is om daar dan nog meer mee te gaan modelleren. En verder heb je nog een paar andere relatieve contra-indicaties. En ik denk dat het daarvan handig is om naar de bijwerking te gaan, want dan snap je beter waarom dat contra-indicaties zijn. Dus daar wil ik eigenlijk nu heen. Eerst even kijken naar die bijwerkingen van de TCA's, want dan worden die relatieve contra-indicaties ook makkelijker om te begrijpen. Hier zien we weer even hetzelfde plaatje. Zoals net, van die werking van de TCA's en deels dus ook de SSRI. Maar wat belangrijk is, is dat die TCA werkt niet alleen serotonerg en noradrenerg, maar werkt ook nog op een paar andere receptoren. En, namelijk de histamine receptor. Nou, als je die ook blokkeert, wat de TCA doet, dan krijg je sedatie en sufheid. Wellicht hebben sommige van jullie hooikoorts en gebruiken wel eens antihistaminica. En een bijwerking van dat middel is dan ook wat... ook een beetje die sufheid. Dus dat krijg je eigenlijk ook als je die TCA gebruikt. Maar het gaat ook nog op een andere receptor zitten, namelijk de muscarine receptor. Dus het werkt ook anticholinergisch. En daarvan kunnen mensen vieze stoornissen krijgen, accommodatiestoornissen, maar ook een droge mond, mixiestoornis, dus probleem met plassen, obstipatie en seksuele dysfunctie, maar ook verwardheid, zeker bij ouderen. En sommigen kunnen ook daadwerkelijk, als ze met andere luxerende factoren, sneller een delier ontwikkelen. Nou, en de antinoradrenerge werking, die kunnen ook nog uit van zichzelf zorgen voor een orthostatische hypotensie en een valneiging. Dus je ziet, het zijn behoorlijk wat bijwerkingen. En dan hebben ze ook nog eens die serotonerge bijwerking die we in het begin hadden genoemd bij de SSRI's. Die kunnen optreden bij het gebruik van een TCA. En die zijn allemaal te verklaren omdat ze behalve die werking op wat je eigenlijk het liefst wil, ook nog op andere receptoren aangrijpen. Dus als je dan teruggaat naar die relatieve contra-indicaties, dan snap je ook als iemand dus wel mixiestoornissen kan krijgen en iemand heeft al urineretentie, dat dat niet heel fijn is. Hetzelfde geldt voor prostaathyperplasie, omdat daar natuurlijk ook al die mixiestoornissen bij gepaard gaan, maar ook hart- en vaataandoeningen. Los van die bijwerkingen die we hebben genoemd, heb je ook nog andere relatieve contra-indicaties. Nou, die interacties, die zijn dan eigenlijk een beetje weer hetzelfde als die serotonerge. Interacties, namelijk die maalremmers, want je wil dus niet dat die serotonine te hoog wordt. Hetzelfde geldt als je het ook nog eens combineert met een ander serotonerg middel, dan wordt ook weer de serotonine te hoog. En wat daar nou zo gevaarlijk aan is, komen we zo op. En ook nog centraal zenuwstelsel dempende stoffen zoals alcohol, omdat je dus ook al die antihistaminerge werking hebt en al die sufheid, werkt elkaar dan alleen maar in de hand. Maar ook antihypertensiva, want we hadden net al gezegd dat je door die antinoradrenerge werking ook orthostatische hypotensie kan krijgen. Als mensen dan ook nog eens antihypertensiva gebruiken, wordt dat gevaar alleen maar groter en hebben mensen dus ook een groter valgevaar. Dus dat zijn behoorlijk wat bijwerkingen en soms kunnen die nevenwerkingen eigenlijk je soms wel wat helpen in de keuze die je maakt met voorschrijven en andersom. Bijvoorbeeld de TCA's die ik net noemde was bijvoorbeeld de amitriptyline en de nortriptyline. En we weten dat die nortriptyline heeft iets minder die anticholinergische bijwerkingen. Dus die heeft de voorkeur om aan ouderen voor te schrijven, omdat je dus ook wat minder, sowieso deze bijwerkingen, maar dus ook minder die verwardheid die kan optreden. Andersom, als bijvoorbeeld sommige TCA's juist een hele sterke antihistaminerge werking hebben vergeleken met anderen, en iemand heeft bijvoorbeeld slapeloosheid als symptoom van zijn depressie, dan kan je juist ervoor kiezen om die te kiezen. En dan doseer je die bijvoorbeeld pas in de avond, instrueer je de patiënt om die 's avonds in te nemen. Want dan maak je eigenlijk gebruik van de bijwerking van de TCA. Dus zo kan je je voorstellen dat je het soms juist ook een beetje probeert te gebruiken,
welk middel je voorschrijft. Belangrijk is dat die keiharde contraindicatie, die geleidingstoornis van het hart, dat zijn dus bijwerkingen die heten de kinidine-achtige verschijnselen, maar die hebben we hier nu eventjes niet in het plaatje opgenomen. Nou, het vervolg van je behandeling. Uiteraard ga je niet alleen een patiënt, dus niet medicamenteus, behandelen en een antidepressiva voorschrijven. En dat is het dan. Je probeert natuurlijk die psycho-educatie en die psychotherapie voort te zetten. En die behandeling zet je natuurlijk ook voort. Maar soms kan jouw eerste initiële behandeling niet het gewenste effect en verwachte effect krijgen. Nou, wat doe je dan? In principe, als mensen met zo'n depressieve stoornis na 4 weken niet responderen dan op jouw eerste stap, dan kan je proberen de volgende stap te nemen. Nou, uiteraard moet je altijd je diagnose heroverwegen, maar dat geldt altijd. En je moet goed kijken hoe het ook gaat met alle andere factoren die eraan bijdragen aan een depressie. Je moet de therapietrouwheid nagaan, zeker als die bijwerkingen ernstig zijn bij sommige patiënten. Verder moet je de behandeling optimaliseren. Je kan vaak begin je in wat lagere dosering en ga je daarna wat omhoog. En dan is het heel belangrijk dat je bij TCA's altijd de bloedspiegel moet controleren, omdat per individu nogal kan verschillen hoe mensen erop reageren. Verder, en ook de therapeutische breedte moet je goed controleren dat iemand niet overdoseert bijvoorbeeld. En je mag ook natuurlijk je behandelperiode wat verlengen, maar maximaal tot 10 weken. En anders kan je ook nog je medicamenteuze behandeling veranderen. En hoe je dat dan precies doet, dat is heel erg per therapeut verschillend. Maar je kan ook, en hoe je dan moet switchen, dat is best wel ingewikkeld. Want dan ga je van het ene naar het andere middel. Maar daar zijn heel veel handige hulptools voor psychiaters en huisartsen die dit bekwaam voelen en mogen voorschrijven. Om hoe je dat dan het beste kan doen. Maar dat gaat voor nu een beetje te ver. En natuurlijk uiteraard ook de therapievorm die je geeft in de vorm van een psychotherapie of begeleiding, kan je natuurlijk ook meer afstemmen op de patiënt. Of moet je eigenlijk altijd meer afstemmen op de patiënt die voor je zit. Nou, ik heb ze net elke keer in die uitleg genoemd, maar die maalremmers zijn dus ook zijn nu zo vaak voorgekomen. Ik zet ze er toch eventjes op. En zo wil ik dan ook komen bij het serotoninesyndroom. Nou, de maalremmers, we hebben ze net elke keer gezien in dat plaatje. Het breekt dus die serotonine af. Het remt dus de afbraak van de serotonine. En als middel is dan ook de contra-indicatie andere serotonerge middelen. Want je wilt dus ook weer niet dat die serotonine te hoog wordt. En met zo'n maalremmer is die kans daarop best wel groot. En daarom mag het dan ook alleen voorgeschreven worden door een psychiater. Omdat het best wel ingewikkeld is allemaal. En je wil dus voorkomen dat iemand ernstige complicaties krijgt. Bijwerkingen van het middel zelf zijn agitatie, nervositeit, insomnia, gewichtsverlies, tremoren, seksuele dysfunctie. Maar waar je voornamelijk heel bang voor bent is als iemand te veel serotonerge middelen gebruikt. Of een maalremmer op zichzelf alleen al kan dan het serotoninesyndroom veroorzaken. En ik was er al een paar keer naar verwezen, maar het serotoninesyndroom ontstaat als je 2 of meer serotonerge middelen gebruikt. Nou, we weten dus nu dat zijn de SSRI's, de TCA's, de maalremmers. Maar ook andere middelen worden gerekend tot die serotonerge middelen. De pijnstilling tramadol, lithium, amfetamine, antiemetica, dus antimisselijkheidstherapieën, want die doen ook wat met serotonine-receptoren, en triptanen. Die kennen we ook weer van de migrainebehandeling. En lithium heb ik nu niet behandeld, maar dat is ook een stemmingstabilisator. Die wordt gebruikt bij bipolaire stoornissen, maar ook bij acute manieën. En kan ook door sommige psychiaters worden die dus ook gebruikt bij depressies of bij depressieve stoornissen. Daar ben ik nu niet op ingegaan, maar die staat dus wel in dit rijtje. Het serotoninesyndroom, hoe ziet dat er dan uit? Ik zeg elke keer het is heel gevaarlijk, want wat is een soort klassieke kenmerken zijn dat iemand dus geagiteerd is, tachycard, je krijgt autonome dysfunctie, je kan clonussen en tremoren zien, hyperreflexie. En iemand gaat heel erg zweten. En eigenlijk het enige wat je op zo'n moment kan doen is, er bestaan wel serotonine-antagonisten, maar die zijn niet altijd aanwezig in ziekenhuizen. Maar verder kan je bijvoorbeeld benzodiazepines geven. Nou, daar komen we dan toevallig straks op wat dat dan precies zijn. En je moet proberen natuurlijk iemand te ondersteunen in de symptomen die iemand heeft, dus in die autonome dysfunctie. En uiteraard de serotonerge middelen die worden gegeven, stoppen. Dus zorgen dat iemand het niet bij de
volgende medicatieronde bijvoorbeeld die op een zaal ligt, opeens toch op ongeluk weer krijgt toegediend. Dat is heel belangrijk. Dan de anxiolytica. Die worden gebruikt bij de angststoornissen. Nou, die kan je ook weer opdelen. Het rijtje kan nog verder, maar ik heb even een paar eruit gehaald. De gegeneraliseerde angststoornissen, de posttraumatische stressstoornissen, de obsessieve-compulsieve stoornis, of in het Engels de obsessive-compulsive disorder, paniekstoornis, maar ook de sociale angststoornis. Je therapeutisch doel is natuurlijk gericht per type angst. Dus je kan je voorstellen dat zeker de niet-medicamenteuze behandeling bij angst is natuurlijk heel anders als het gaat om een gegeneraliseerde angststoornis dan een posttraumatische stressstoornis. En het is natuurlijk daarop nog veel meer patiëntgericht. Maar natuurlijk een groot deel is van je doel dat iemand natuurlijk zo'n angst onderkent en herkent. En uiteindelijk hoop je daar natuurlijk ook te verzorgen dat iemand wellicht van die angst kan afkomen. Maar goed, dat is natuurlijk niet 1, 2, 3 zo makkelijk. Die niet-medicamenteuze manier is eigenlijk cognitieve gedragstherapie het belangrijkste. En wat ik al zei, omdat het natuurlijk heel erg patiëntgericht moet zijn en heel erg ligt aan het type angst, dus daar ga ik nu niet op in. En zo'n behandeling ligt natuurlijk ook weer heel erg aan het type angst, maar ik haal eventjes de gegeneraliseerde angststoornis eruit. Laten we dus nog een keer heel erg het belang van die cognitieve gedragstherapie, maar ook een antidepressivum. En dan wordt er vaak als eerste keuze een SSRI gekozen bij een gegeneraliseerde angststoornis. En dat heb ik ook al genoemd als indicatie bij eerder in het college. En eigenlijk zeggen ze dan dat stap 3 is combineer 1 en 2, maar natuurlijk soms wordt al 1 en 2 eerder gecombineerd. Maar goed, dit is dus een mooi voorbeeld van hoe je dus zo'n SSRI ook kan gebruiken bij een gegeneraliseerde angststoornis. Dan de hypnotica. Nou, dat is de indicatie een slaapstoornis. En daarbij heb je verschillende soorten slaapstoornissen. En eigenlijk is de definitie daarvan een stoornis in het slaap-waakpatroon vastgesteld als diagnose. Dus dan hebben we het niet alleen maar over dat iemand niet kan slapen, maar ook bijvoorbeeld over obstructief slaapapneusyndroom, maar ook restless leg syndrome en narcolepsie. Dus het gaat wel verder dan alleen het overmatig of niet kunnen slapen. Nou, het slapeloosheid, de insomnie, die wordt gedefinieerd dat je daar minstens 3 maal per week slecht van slaapt, gepaard gaande met slechter functioneren overdag. Dus dat is wel heel belangrijk. En wel 20-30% van de volwassenen heeft last van slapeloosheid, maar slechts 10-15% daarvan raadpleegt eigenlijk een arts. Dat is natuurlijk best wel weinig. Nou, van plusminus ongeveer 60% krijgt dan een slaapmiddel en 36% krijgt meer dan 1 recept. En na een jaar gebruikt 50% dat slaapmiddel nog. Dat is natuurlijk best wel veel. Dat probleem kennen we natuurlijk ook al wat langer. Dat is ook vaak in de pers geweest, hè, dat er best wel vroeger misschien niet goed werd voorgegeven, of in ieder geval dat die begeleiding in het voorschrijven van zo'n slaapmiddel, wordt gepoogd om dat echt veel te verbeteren. En de richtlijnen zijn daarin dan ook veranderd. En kortdurende slaaploosheid wordt bij ongeveer 40% van de onbehandelde patiënten chronisch. Dus het is ook niet een probleem wat je moet negeren, je moet zeker hier aandacht aan besteden. Maar daarom is het zo lastig, omdat je op een gegeven moment eigenlijk de oorspronkelijke oorzaak raakt eigenlijk op de achtergrond. En die slapeloosheid houdt zich heel erg in stand. En op een gegeven moment krijg je dan ook echt vanzelf zo'n neerwaartsspiraal waarbij verkeerd slaapgedrag ontwikkelt. En dus het gebruik van slaapmiddelen misschien verkeerd wordt gebruikt of te veel of op de niet goede indicaties. En daarom is het zo van belang dat eigenlijk het raadplegen van een arts eerder gebeurt en dat er ook een op maat goede therapie wordt voorgeschreven en wordt nagevolgd door de patiënt. Nou, langdurende slapeloosheid kan je natuurlijk allemaal bedenken dat het natuurlijk veel meer geassocieerd is met gezondheidsproblemen, depressie, angsten, maar natuurlijk ook ziekteverzuim en dus gebruik van die slaappillen. Het therapeutisch doel wat je dan dus ook hebt, is het functioneren van zo'n persoon overdag en die onderliggende problemen verhelpen, want dat helpt natuurlijk om op de lange termijn, waar we het net over hadden, ervoor te zorgen dat die verkeerde neerwaartse spiraal op een gegeven moment doorbroken kan worden. Verder moet je voorlichting en adviezen geven. Dus vooral slaaphygiëne, dat is heel erg belangrijk. En eventueel kortdurende negatieve conditionering doorbreken. Helpen om zo'n kortdurende negatieve conditionering te doorbreken met bijvoorbeeld slaapmiddelen. Nou, behandeling, niet medicamenteus. Die hebben we eigenlijk net al een beetje genoemd. Hè. Die slaaphygiëne, dus die gedragsmatige behandeling. Dus
stimuluscontrole, slaaprestrictie, ontspanningsoefeningen, ook cognitieve therapie. Denk bijvoorbeeld aan dus geen schermen meer van tv kijken of iPad of andere gebruik van elektronica vlak voor het slapen gaan. Juist niet nog koffie gaan drinken na een bepaald tijdstip. Juist niet te veel middagdutjes proberen te doen. Dit soort oefeningen kunnen, of dit soort regels en slaaphygiëne maatregelen kunnen heel erg helpen. Maar ook lichaamsbeweging weten we ervan dat het heel goed kan, heel goed effect kan hebben op het slapen. Ja, en dat blijft natuurlijk een moeilijk advies, maar advies bij verstoring van zo'n dag-nachtritme. Maar goed, dat bij sommigen, zoals bijvoorbeeld als verpleegkundige of als arts of als piloot, is dat natuurlijk lastig. Nou, behandeling. We hebben voornamelijk dus nu over de niet-medicamenteus gehad, wat ook hier heel belangrijk, of eigenlijk dus belangrijk is en ook steeds belangrijker wordt. Maar die medicamenteuze behandeling is er wel en het blijft natuurlijk een farmacologiecollege. Dus wat kan je dan nog medicamenteus doen? Nou, dat zijn dus die benzodiazepines, waarvan bekende zijn de midazolam, temazepam, oxazepam en diazepam of dan lorazepam. Hoe werkt een benzodiazepine? Een benzodiazepine is een GABA-receptor agonist. En GABA van zichzelf in het lichaam is al heeft een remmend effect op het zenuwstelsel. Dus je kan je voorstellen dat als je die juist activeert met zo'n benzodiazepine, heb je dus een soort sederend effect uiteindelijk. En ze werken eigenlijk ongeveer allemaal hetzelfde die we net een beetje noemden. Maar ze verschillen wel in hoe snel ze eigenlijk worden afgebroken, dus de halfwaardetijd en hoe snel het middel werkt na inname. En dat bepaalt uiteindelijk welke je dan het beste kan gebruiken op welke indicatie. Want je kan je voorstellen dat als iemand, want benzodiazepines zijn, deze bijvoorbeeld, de diazepam werkt heel erg lang. Dus die zal heel lang in het aanwezig zijn, heel lang werken. Dus die ga je niet gebruiken als slaapmiddel, want dan is iemand eigenlijk nog steeds de hele tijd een beetje suf. Zo werkt het niet, dus je wil eigenlijk dan een middel die een kortere halfwaardetijd heeft. Dus bijvoorbeeld Zolpidem, die werkt heel snel. Als mensen dus inslaapproblemen hebben, is dat heel fijn. En ook is die snel weer uitgewerkt. Zo kan je ongeveer een beetje kijken welk middel past nou bij welk probleem dat er sprake voor is. Diazepam wordt bijvoorbeeld wel gebruikt bij ook gegeneraliseerde angststoornissen, want die is natuurlijk in lage dosering, want dan heb je de hele tijd een beetje daarvan in het bloed. Of als mensen juist langdurig gebruik hebben gemaakt van andere benzodiazepines en je wil gaan afbouwen, dan is het fijn om niet elke keer van die pieken en dalen te hebben dat je langzaam afbouwt, want dat zorgt voor die ontwenning. Maar juist een beetje dat je het omzet in een diazepam, want die heeft een lange halfwaardetijd, dus zal je niet elke keer zo'n piek en zo'n dal hebben. Dus minder ontwenningsverschijnselen en kan je daarna de diazepam langzaam afbouwen. Dus daarvoor kan je de diazepam ook gebruiken. Nou, die benzodiazepines, wat je daarvan wel heel goed moet onthouden, is dat ze een verhoogde valneiging geven, zeker bij het gebruik van antihypertensieve alcohol en opiaten. Dus zeker bij ouderen moet je daar erg bij oppassen. De bijwerkingen zijn dus weer die alertheid en motorische vaardigheid. Dus zoek ook altijd op als je iets voorschrijft of iemand daar zomaar mee mag autorijden. Soms zien we juist paradoxale reacties, dat zien we wel eens bij kinderen en ouderen. Dus dan denk je dat iemand er wat rustiger van wordt, maar dan wordt iemand juist heel erg geagiteerd. Dus dat is goed om in het achterhoofd te houden. En die gewenning en verslaving is dus waar we zo erg moeten opletten als artsen. En hoe kunnen we nou voorkomen dat dat gebeurt? Nou, je probeert als je het dan voorschrijft het kort voor te schrijven en intermitteren. Dus dat iemand niet elke dag het gaat innemen en dat er hele goede instructies en begeleiding aan vastzitten. Dit was even het stukje over de benzodiazepines. Ik wilde ook nog even benoemen dat je misschien die middelen, de benzodiazepines, ook kent uit andere disciplines van de geneeskunde. Het wordt namelijk bijvoorbeeld ook gebruikt om epileptische aanvallen bijvoorbeeld te couperen en dergelijke. Dus, en we hadden het net dus ook over dat het dus ook wordt gegeven aan mensen die het serotoninesyndroom hebben. Dus het is zeker niet alleen als slaapmiddel op de markt, maar we hebben het nu wel even zo in dit onderwerp uitgelegd. Nou, dit was eigenlijk even in een vogelvlucht globaal dit college over de antidepressiva, anxiolytica en hypnotica. Als je meer vragen hebt, kan je nog naar de website. En je kan ook nog meer informatie vinden op het farmacotherapeutisch kompas per geneesmiddel als je het interessant vindt. En verder wilde ik nog benoemen, we hebben tijdens dit college gesproken dus over depressiviteit en ook even over suicidaliteit. En het is denk ik altijd even goed om te benoemen dat als jij je zorgen maakt om iemand of jezelf nodig of jezelf hulp nodig hebt, dat je daar altijd toe de crisislijn kan bellen of contact kan opnemen met je eigen huisarts. Dank jullie wel.